regio Brabant Noord in Rosmalen op de Hustenweg. Sylviane de Fret en Antoinette worden rechts ingehaald door een gele Lamborghini Gallardo. Rechtsaf. Kom maar. Het zit er dik in dat deze bestuurder zich niet aan de snelheid houdt. En wat wil je ook met 500 pk onder de motorkap? Je hoort wat een geluid, ja. Jongen. Ja, zulke racemonsters komen we niet elke dag tegen. En zodra de Lamborghini-bestuurder ruim baan krijgt, is er maar een klein beetje gas voor nodig om de videowagen helemaal weg te rijden. En dan houdt hij zich nog in. Ik heb het nog niet helemaal door. Kan ik geen mening doen, maar... Dat is voor een indicatie. Maar dat hebben we al, sowieso. En dan overschrijdt deze bestuurder een doorgetrokken streep. Buitenbochtje. Ja, 83. Nadat de bestuurder zich door de werkzaamheden heeft gewurmd, ligt de weg in principe voor hem open. Ja. De weg is vrij. Kijk voor buitenbochtje, buiten en binnen. Dat blijft hangen, komt er tegen liggen, Jan. Jongen, wat een power zit erin, zeg. Zeker weten, en dat blijkt wel als de bestuurder zijn voorligger ver achter zich laat. Doe een trek, hè? Ja. Ga maar mee. Eindelijk doet de gelegenheid zich voor om een zuivere meting op de Lamborghini te doen. Direct meter geloopt, hè? Ja. We 140. Ja. 128. Ik ben aan een piek van 140. Nee, is thuis. Nou, we gaan maar aan de kant zetten, want... Fred spreekt de bestuurder van het gele racemonster aan op zijn sportieve snelheden. Een goedenavond. Goedenavond. Van de verkeersnaming. Video Sylviane. We hebben videobeelden van u genomen. En ja, wij constateren dan dat hij de doortrokken streep heeft overschreden. Ja, hij heeft niet ingehaald, maar u bent daar voor de bocht. U bent helemaal naar links gegaan. Ja. En dan bent u daar vandaan om die bocht makkelijker te nemen waarschijnlijk. Bent u de doortrokken streep overschreden. Nou, dan hebben wij een snelheidsmeting gedaan. Dan hebben we een gemiddelde meting genomen en dan komen we op 128 km/u uit. Nou, dan gaan er nog 4 van af. Dan kom ik op 124 km/u. En dat is toch akelig dicht op de magische 50 km grens. Daar wordt best een op gemaakt. Rijbewijs, alsjeblieft. 6 km harder had gereden, dan had ik hem niet meer terug moeten geven. Dan had ik hem ingevorderd. Nou, dat houdt er altijd rekening mee. Maar rijdt hij altijd zoals hij nu gereden heeft dan? Want dan zeg ik, hou er rekening mee. Ja, okay. Nou, ik vond de manier van rijden vond ik toch wel erg vlot, als ik het zo mag uitdrukken. Ja. U krijgt van mij 2 bekeuringen mee. De een is voor de streep, dat is €160. Daar krijgt hij een accepteerkaart van. De andere bekeuring wordt naar justitie gestuurd, dat is die 128. Nou, dan gaan er 4 af, dat is 124. Dan rijdt u 44 km hard. En daar wordt precies behalve gemaakt. Ja. De videobeelden worden door ons bewaard. En die worden dan overlegd als de justitie dat wil. Ja, dan krijgt hij folder waarin staat waarom we dat werk doen. We willen niet langer ophouden. Met een knalgele Lamborghini speel je jezelf hoe dan ook in de kijker. De bekeuring voor de doorgetrokken streep bedraagt €160. En de boete voor de snelheid loopt via de officier van justitie.